De Nintendo Wii werd ongeveer 3 weken geleden gelanceerd en was toen meteen de eerste dag al compleet uitverkocht. Niet verwonderlijk, want iedereen is toch wel erg benieuwd wat de nieuwe wonderdoos van Nintendo nu precies allemaal te bieden heeft. Toen de Wii een ruime week geleden de burelen van Gadget Garden bereikte, kwam de productiviteit op de redactie dan ook niet ten goede, maar het speeltuig dat moest dan ook uitvoerig getest worden. De verpakking van de Wii is indrukwekkend, maar het apparaat zelf blijkt opvallend compact. Je kunt hem zowel rechtop als liggend plaatsen en in beide standen is de box niet veel dikker dan 3 DVD-hoesjes wanneer je die op elkaar stapelt. Het meest opvallende aan de Wii is het revolutionaire besturingssysteem. Slechts gewapend met een afstandsbediening-achtige controller, de zogenaamde Wiimote, dien je door middel van je eigen lichaamsbewegingen de games te besturen. Velen vroegen zich af of de precisie van deze vernieuwende besturingsmethode afdoende zou zijn en gelukkig blijkt dit het geval. De kronkelende bewegingen worden via een sensorbar op de tv secuur doorvertaald naar het beeldscherm, wat in het begin vrij onwerkelijk is, maar wel uitstekend werkt. En al heel snel wen je aan de intuïtieve controls en sta je fanatiek te sweepen met de Wiimote. Behalve de Wiimote beschik je nog over een tweede controlerdeel om je mee uit te leven. Dat heet de Nunchuk. Wanneer je deze voor het eerst in de hand hebt, voelt hij wel erg licht en plastic aan, maar bij het spelen blijkt hij totaal niet storend. Door middel van de analoge stick kun je weer op de ouderwetse manier sturen en ook de Nunchuk heeft bewegingssensoren, waardoor je ook hier weer lekker mee kunt zwabberen. Je zou denken dat het vrij ingewikkeld is met 2 handen vol een spel te sturen, maar het bleek juist zeer toegankelijk. De wisselwerking tussen beide handen heb je zeer snel onder de knie en zelfs je kleine neefje of opa kunnen al rap een potje meegamen. Waar de grote concurrenten, de PlayStation 3 en Xbox 360, het vooral moeten hebben van hun grafische kracht, blijft de Wii hier duidelijk in achter. In grafische opzicht overtreffen de games maar net de PlayStation 2 kwaliteit. Nintendo heeft echter al aangegeven dat met de Wii vooral wordt ingezet op de fun en de spelervaring. En wat dat betreft mag er een groot compliment gemaakt worden. Nintendo heeft echt haar nek uitgestoken en een vernieuwend concept op de markt gebracht dat voor iedereen toegankelijk is. Het hele gezin kan moeiteloos los op de Wii en ook qua prijs is de console aanzienlijk goedkoper dan zijn next-gen concurrenten. Met wat vrienden over de vloer en wat pils in de koelkast heb je gegarandeerd een topavond met de Wii. En zonder dit sociale aspect is de spelervaring nog steeds leuk, maar toch wat kaal. Het blijft raar om in een lege kamer in het luchtledige te mappen. Zitten is er niet echt bij, aangezien de besturing dat niet, het komt niet goed tot zijn recht op die manier. Afgezien van deze punten is de Wii een geweldige console waar je helemaal in opgaat en heel veel vrienden mee maakt. En bovendien blijft het in beweging ook.